Goedemorgen, dames en heren. Hallo, meisjes en jongens. Welkom bij deze uitzending van Schooltelevisie. Ja, nee, ik had het buiten net zo koud. Ik heb maar eventjes mijn muts opgedaan en mijn sjaal omgedaan, zo. Vind je het leuk staan? Ja? Ja, mijn oma heeft dit zelf gebreid. Knap, hè? Ik krijg het nou wel een beetje warm hier binnen. Ik denk dat ik toch mijn sjaal maar eventjes afdoe. Zo. Ik heb het nog steeds warm. Doe ik mijn muts ook even af. Hé, zo. Ja, zeg, Piertje in Koekeloeren, die heeft het ook steeds warm en koud. Zullen we zo even kijken naar aflevering 29, die heet Herfst. Oh, voordat ik het vergeet. Volgende week woensdag, dan begint Koekeloeren ietsje later. 5 minuutjes later. Namelijk om 9:05. Ja. Ik koekeloer hier. Ik koekeloer daar. Ik koekeloer het hele jaar. En koekeloer jij even naar mij. Dan koekeloeren we. Koekeloeren we. Dan koekeloeren we allebei. Nou, hier moeten er nog een paar zo. En zien. Hey, Moffel. Moffel, zullen wij weer naar buiten gaan? Ik vond het gisteren zo mooi. Ja. Hey! Wow! Goed, hè? Daarom wilde jij die herfstblaadjes meenemen. Ja, mooi wordt mijn slaapholletje. Ja. Maar ja, ik heb er niet genoeg. Nee, kijk, hier moet nog en daar nog een paar. Ja. Ik ga er nog meer halen. Ja, dan gaan we weer naar buiten. Ja. Ik vond het gisteren zo lekker. Lekker was het. En de kleuren waren zo mooi. Ja. Nou, zullen we gaan? Jotem, kom op. Naar het zonnetje. Leuk. Ik wil rode, Piertje. En gele ook. Ja. Ja, die vind ik zo mooi. Die gele vind ik ook heel mooi. Ja, vind ik ook mooi. Piertje, hier is het. Dit is het plekje. Kom maar. Kom maar, Piertje. Ja. Hier gaan we naar boven. Ja, ja zo. Ja, kijk, daar is het. Oei. Oh, kom maar, Piertje, kom maar. Oh. Wat is dit nu? Wat is het akelig vandaag. Nou zeg, koud is het. Veel te koud om blaadjes te pakken. Ik had wat warms moeten aantrekken. Maar zo krijg ik mijn mooie blaadjes natuurlijk nooit. Kom, we gaan blaadjes zoeken, Piertje. Ik ga naar binnen, hoor. Eerst warm worden bij de televisie. Ik vind het ook veel te koud. Ik denk dat ik ook weer naar binnen ga. Even televisie kijken. Dit is niks. Lekker warm is het hier, zeg. Hé, Piertje. Oei. Even kijken. Ja. Leuk, hè, zo'n hamster, Piertje. Ja, lief, hè? Ja. Hij heeft zeker honger. Ja. Hij eet alles op. Hoi. Lekkere groene blaadjes. Piertje? Ja? Volgens mij eet hij het niet op. Jawel, dat zie je toch? Nee. Piertje, hij stopt het in zijn wangen. Kijk maar, want die worden steeds dikker. Kijk nou. Maar waarom doet hij dat? Hé? Nou, misschien heeft hij nu nog geen honger. Oh, voor straks. Oh, hij gaat naar zijn huis. Ja. Kijk. Hier. En daar legt hij het allemaal neer. Piertje. Hij bewaart het. Ja. Ja, hij bewaart het voor als hij wel honger heeft. Voor, weet je wat ik denk? Nee. Hij bewaart het voor als het heel koud is. En als hij buiten dan niet meer kan eten. Ja. Ja. En kijk. Hij maakt
maakt een lekker bed. Een lekker warm bed. Met allemaal warme dingen. Mm. Ja, maar dat is het. Ja, maar natuurlijk, Piertje. Wat? Oh, wat zijn wij toch dom, zeg. Oh ja? Piertje, als het koud is, moeten wij ons warm aankleden. Kom, kom, hier, ja. Daar, kijk. Daar liggen allemaal mutsen en dassen. Ja. Kom, ja. We gaan ons aankleden. Zo. Ja, Moffel, kijk. Oh. Oh, Piertje. Wat mooi. Het is zo mooi dat ik er bijna van moet huilen. Oei. Nou, hey, Moffel. We gaan mooie blaadjes zoeken. Oh ja, kom. En Piertje, ik heb het helemaal niet koud meer. Heerlijke. Warm is het, zeg. Ja. Ah, hier zijn mooie blaadjes. En hier zijn ook mooie blaadjes. Oh, oh. Wat heb ik het warm, zeg. Oh, Moffel. Ik heb het veel te warm. Oh, ik zit helemaal te zweten. Ik ga ook helemaal zweten. Ik krijg het helemaal warm. Ik wil mijn muts af. Oh, nou, ik snap er helemaal niks van. Oh. Eerst is het te koud. En ik wil ook mijn das af. En heb ik te weinig kleren aan. En nu is het weer te warm en heb ik te veel kleren aan. Oh. Wat heb ik het warm, zeg. Tjongejonge. Kon je nou maar eens weten wat je aan moet doen voordat je naar buiten gaat? Ja. Oh. Wacht eens. Wacht eens even, Piertje. Piertje, kom mee. Wij moeten even gaan koekeloeren. Eens even kijken, Piertje. Ja, wat is dit? Wat zijn zij nou aan het doen? Ze hebben allemaal kleren. Moeilijk, hè? Kijk. Piertje, ik denk dat ze een toneelstukje gaan doen. Oh ja, leuk. Ja. Zij is vast de prinses. Hey, ja. Kijk, het begint. Ja, zie je wel. Ja. Hé, wat is dat nou voor een ding? Een thermometer. Kijk, wat is ze mooi. En wat een mooie muts. Ik snap dat ding niet, Piertje. Een thermometer. Kijk eens. Met een paraplu. Nou gaat hij naar blauw. Ja, dan is het koud. Kijk. Oh, ja. Dan is het koud en dan moet je warme kleren aan. Oh, schaatsen. Ja. Ja. Oh, die vind ik ook. Lekker warm. Oh. En nou gaat hij naar rood. Ja, dan wordt het warm. Dus dan moet je weinig kleren aan. Oh. Ja. Ja, zeg. Ik snap hem. Oei, wat een mooi ding is dat. Ja, wat een prachtige broeken hebben ze aan, zeg. Oh, Piertje. Ja? Ik krijg een geweldig goed idee, zeg. Ja? Ja, ja. Ik wil wat gaan maken. Ja, ik moet iets gaan maken zelfs. Ja, ja. Oh, kijk, rollerskates. Ja, Piertje. Ja. Erg mooi. Ja. Maar ik moet even wat gaan maken nu. En dan moet ik wel een heleboel spullen uit de kelder halen, die denk ik. Die muts wil ik ook. Nou, dan moet ik dus rode verf hebben en ook blauwe verf. En ik moet een plank hebben. En dan moet ik ook een heleboel plaatjes moet ik maken. Ja, het is heel moeilijk uit te leggen, Piertje. Echt. Ik snap niet wat je bedoelt. Maar dat geeft toch helemaal niks, Piertje. Ik ga het gewoon maken. Ja, Piertje, kijk. Want ik weet precies hoe ik het moet maken. Maar ik weet niet hoe ik het moet uitleggen.
Nee, nee, maar het wordt zo goed, hè? Pietje, ik ga even wat uit de kelder halen, ja. Nee, ja, maar Moffel, als ik het niet snap, kan ik toch ook niet helpen? Nou ja, wat geeft dat nou, Pietje? Weet je wat? Ga even een boekje lezen. Er ligt een heel leuk boekje op de boekenstoel. Ja, ik ben zo terug. Ja, pito, pompo, jampom. Wat vreselijk, jammer. Ik had zo graag willen helpen. Hé, hey, wat is dat? Diep in het donkere bos was de zomer voorbij. De dagen van de herfst werden steeds kouder. Vader Eekhoorn trok erop uit om noten en eikels te verzamelen. Rik, Dik en Diewertje hielpen graag mee. Ze werkten allemaal hard. Ook moeder Eekhoorn was druk bezig. Die avond gingen Rik, Dik en Diewertje vroeg naar bed. Ze lieten zich lekker instoppen en vielen al gauw in slaap. De volgende morgen werden de jonge eekhoorns uitgerust wakker. Voor alle drie een prachtige, dikke, rode trui. Omdat het in de herfst zo koud is, zei moeder Eekhoorn, trek maar gauw aan. Bij Rik ging dat moeilijk. Ik zit vast, riep hij benauwd. Hij werd wel een beetje uitgelachen. Even later waren ze alle drie dolgelukkig in hun nieuwe trui. Ze huppelden vrolijk het bos in om zich door de andere dieren te laten bekijken. Maar hun vogelvriendjes hadden ook al nieuwe truien aan. Gele, zonder mouwen. Ja, want we vertrekken vandaag nog naar het warme zuiden. Nadat ze elkaar allemaal uitgebreid bewonderd hadden, riepen ze: dag, tot volgend jaar. Even later ontdekten de jonge eekhoorns een groep paddenstoelen. Ze dragen ook rode kleren, zei Rik, net als wij. Wat toevallig, zei Dik. Het zijn een vader en een moeder met drie kinderen, zei Diewertje. Dat zie je zo. Al boompje klimmend ontdekten ze trossen vol met sappige bessen. Ook al rood, zei Rik. Maar eerst waren ze groen, zei Dik. Dat weet ik zeker. Kijk eens, riep Diewertje verrast. Net zo rood als onze truien. Wat is er met die bladeren gebeurd? Riep Rik verbaasd. Allemaal van kleur veranderd, zei Dik. Het hele bos lijkt op ons, zei Diewertje. En dat vonden ze alle drie een leuke ontdekking. Nou, ik ben benieuwd of Moffel al klaar is. Nou, moe? Hoi, hij is naar buiten gegaan en ik heb niks gemerkt. Nou, even kijken. Nou, ik ben benieuwd of die er is. Ja. Joehoe, Moffel! Hoi, Pietje. Pietje. Hi, ben Moffel. Je daar? Hoi, Moffel. Ja? Moffel, kan ik nu wel helpen? Nee, Pietje. Nee, want het is al klaar. Echt waar? Goed, hè? Nou, kom maar kijken, Pietje. Kijk, Pietje, kijk. Hoi! Ik heb een thermo... Meter! Een thermometer! Ja, ja, ja. Moet je maar kijken. Kijk, ja? En deze, daar kun je precies op zien wat je moet aantrekken als je naar buiten gaat. Kijk, als het koud is, dan is die laag. En dan moet je heel veel kleren aan. En als het heel warm is, kijk, dan hoef je alleen maar een zwembroek aan. Ja. Goed, hè? Wat goed, hè? Moffel. Nou, even kijken, hoor. Ja? Ik moet nu... een onderbroek, sokken, een t-shirt, ja, en een gewone broek aan. Ja. Nou, dan ga ik dat maar gauw aantrekken, goed, hè? Goed, hè? Nou, ik niet, want ik heb het hartstikke warm van al het werken. Oei, maar ik heb wel hartstikke veel dorst gekregen. Ik ga even wat drinken. Oei, koekeloeren jullie wel weer de volgende keer?